Een belangrijke wedstrijd vandaag voor de dames van de Almeerse HC. De ploeg staat na 3 gespeelde wedstrijden tweede in de overgangsklasse en moet het vandaag opnemen tegen de nummer 3 Union uit Nijmegen. Al vroeg in het seizoen is het dus een Super Sunday in Almere. Maar de thuisploeg begint niet goed aan de wedstrijd. Al vroeg kijken de Almeerders tegen een achterstand aan, want Amber Jansen Groesbeek brengt de bezoekers op een 0-1 voorsprong. En dat is op dat moment niet eens onverdiend. De Almeerse krijgt wel wat kansen, maar het lukt niet om die te verzilveren. En dus gaan de dames met een 0-1 achterstand de kleedkamer in. Toch blijft de thuisploeg erin geloven en dat wordt beloond, want in het laatste kwart is het ineens raak. De gelijkmaker wordt binnengetikt door Esmeralda Post en dat is eigenlijk een stand die recht doet aan deze wedstrijd. Maar de Almeerders krijgen nog meer, want deze strafcorner wordt vlak voor tijd verzilverd door aanvoerster Catharine Klot. En zo slepen de dames een zwaar bevochten overwinning uit het vuur. We hebben geen moment eraan getwijfeld en super fijn dat we dan heel Duits winnen halen. Ja. Ja, zwaar bevochten denk ik. Heel lang 1-0 achter. En complimenten voor de ploeg dat ze erin zijn blijven geloven. Moesten er flink voor knokken. Niet altijd even goed, maar eindresultaat perfect. En zij spelen gewoon heel goed, heel gesloten en zoeken vanuit daar een paas. En daar hadden wij in het begin gewoon heel veel moeite mee. Maar tweede helft kregen we daar veel lekkerder grip op. Veel meer op hun helft de bal afgepakt. Dus dat was veel relaxter. En ook opbouwend, veel meer mogelijkheden, veel meer overtallen naar voren. Dus dat is super chill. Ja, heel fijn. En omdat rood-wit met 0-2 verliest, staat de Almeerse nu met 10 punten bovenaan in de overgangsklasse.